Voor alle acteurs ter wereld is Stanislavski een begrip. Constantin Stanislavski, Russische theatermaker, acteur, regisseur, pedagoog. Zijn onderzoek, zijn levenslang onderzoek, resulteerde uiteindelijk in twee fundamentele inzichten waarop acteren gebaseerd is. We hebben dat al eerder toegelicht. Ik herhaal de twee fundamentele principes. Dat is de gegeven verbeelde omstandigheden en anderzijds de psychofysieke actie. Wat is nu het levenslang onderzoek van Stanislavski geweest dat het tot die kern heeft geleid? Natuurlijk heeft hij allerhande experimenten gedaan tijdens zijn hele leven. Toch, pas na de Russische Revolutie komt zijn onderzoek in een stroomversnelling, en zeker naar het einde toe van zijn leven. Wat gebeurt daar? De Indische inzichten over yoga bereiken het Westen, met name ook Rusland en met name ook Moskou. Stanislavski heeft intensief contact via mensen en boeken met de inzichten van yoga. Nu, het woord yoga, ik lees het even op, betekent in het Sanskriet één maken, verenigen, verbinden, samenvoegen van individu en leven. Dus mens en natuur zijn één. Stanislavski komt tot het inzicht dat het leven een stroom is. Elk moment vindt overal gelijktijdig de beweging van het leven plaats, uit zichzelf. Dat impliceert dat het leven de doener is, maar dat tegelijkertijd het leven in de mens geluid laat verschijnen, wat in een gesofisticeerde vorm denken wordt en omgezet kan worden, het denken kan omgezet worden in taal. Echter, eerst is er leven nodig om naast of gelijktijdig met het leven een mind, een geest te laten verschijnen waarin het leven gedachten laat plaatsvinden. Denken en verbeelden zijn synoniemen van elkaar. Daardoor concludeert Stanislavski, als de acteur kan denken, althans als het leven hem doet te denken, dan verbeeldt hij. En hij kan verbeelde omstandigheden denken, verbeelden. Acteren is denken. Acteren is verbeelden. En dan verbeelden als gegeven verbeelde omstandigheden waarin ook personages deel uitmaken van de gegeven verbeelde omstandigheden. De andere poot. Acteren is doen. Stanislavski ziet in dat omdat het leven een stroom is, kent het leven geen acties. Want er is geen interval. Het leven stroomt, dus je kunt niet spreken van hier begint een actie, hier eindigt een actie. Acties zijn mentale concepten in de geest, zijn bedacht, verbeeld. Het inzicht wat Stanislavski krijgt is dat de acteur, die enerzijds denkend verbeeldt, zich ook verbeeldt of ook denkt dat de verbeelde personages in verbeelde omstandigheden handelen.
Dus handelingen verrichten, dus acties verrichten, hoewel imaginair. Psychofysieke acties, of kort gezegd acties of handelingen, die de verbeelde personages doen in verbeelde omstandigheden, zijn dus volkomen illusoir, bedacht, imaginair. Nogmaals eenvoudig, omdat het leven geen acties kent. Het is een stroom. Hier hebben we de twee hoofdprincipes van acteren die Stanislavski ons heeft doen inzien. Acteren is enerzijds denken en anderzijds handelen. Denken in gegeven verbeelde omstandigheden, inclusief personages, die handelen en de personages in de gegeven verbeelde omstandigheden doen psychofysieke, dus intermenselijke acties, die door de acteur begrepen worden en met zijn lichaam en zijn denken handelend vertolkt of geïnterpreteerd of geacteerd worden. Nu, het gegeven dat Stanislavski dat inzicht had via de informatie die hem bereikte vanuit het oosten, namelijk vanuit de yoga-inzichten, dat gegeven is cruciaal om te begrijpen dat Stanislavski uiteindelijk na alle experimenten die hij gedaan heeft met betrekking tot acteren voor de training van de acteur, zowel als voor de productie, het spelen van voorstellingen, uiteindelijk op basis van yoga en het inzicht dat het leven één is, tot het inzicht is gekomen dat de kunst van acteren, of het ambacht van acteren, of het kunstambacht van acteren, hoewel het leven ook dat laat verschijnen aan of door de mens, in dit geval door de acteur, hij concludeert dat acteren denken is, omgezet in handelingen. Denken als gegeven verbeelde omstandigheden en verbeelde personages die handelend op basis van acties doelen nastreven. Daarmee, nogmaals, zijn de twee fundamentele, basale principes van acteren door Stanislavski ingezien en geduid. Dat is de onwaarschijnlijke bijdrage van Stanislavski wereldwijd tot het kunstambacht van acteren. Dat inzicht. Alle andere verhalen en mythes over Stanislavski, ze worden verteld. Hebben ze plaatsgevonden, hebben ze niet plaatsgevonden? Wezenlijk doet het er niet toe. Wat er toe doet is, elke acteur wereldwijd in een toneelstuk, in een film, in een tv-serie, in een sketch, leeft via het denken in gegeven verbeelde omstandigheden als het personage en handelt gedachte of bedachte acties als het personage in de gegeven verbeelde omstandigheden. Het leven kent geen drama. Daar is een mens voor nodig. Maar voor een mens is leven nodig.
Uiteindelijk komt het neer op yoga. Het inzicht dat het leven één is, waarin alles verschijnt en weer verdwijnt. In dat opzicht, tot slot, is toneel natuurlijk een fenomenale metafoor voor een leeg podium of een leeg leven, waarin alles kan verschijnen, maar als de voorstelling voorbij is, is het podium weer leeg. En dus alles weer kan verdwijnen. En weer een nieuw drama kan verschijnen, of een nieuwe tragedie of een nieuwe komedie kan verschijnen, maar ook weer verdwijnen. Tot daar acteren, yoga, Stanislavski, de acteur. Dat was het. Dankjewel voor je aandacht.